Hey, what's Gucci? Het is je pannen, Steven Vechten. En ik ben terug. Ben je nieuw? Zorg er dan zeker voor dat je even abonneert hier beneden. We zijn op de road naar de 100.000 abonnees. Dus wil jij part zijn van de pannen gang? Van de enige echte pannen gang op YouTube? Abonneer dan even hier beneden, dat zou echt super zijn. Give me a fucking phone, bitch. En dan zie ik jou met je leuke kopje weer later. En we gaan beginnen. Oh ja, en als je echt diep fan bent van de pannen gang. Weet je wat je dan even moet reageren in de comments? Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Maar, even stoeren. Oké, reageer dat even in de pannen gang. En kijk deze video even uit helemaal naar het einde, want dan heb ik nog even iets anders. En dan zie ik jou met je leuke kopje weer. Vandaag gaan we een room tour doen. Een house tour eigenlijk. Een house tour van hoe mijn huisje er nou uitziet. Want zoals jullie allemaal weten, woon ik dan zogenaamd op mezelf. Ik woon bij mijn ouders, maar dan apart in de tuin. Dus hier is een clip hoe het eruit ziet. Oké, dus zo ziet het eruit. Super vet, super nice. Maar wat we gaan doen is, ik laat jullie allemaal zien hoe het eruit ziet, hoe ik mijn video's opneem. Ja, hoe mijn huisdier er natuurlijk ook uitziet. Snoes, de poes. Dus ik laat jullie gewoon niet langer meer wachten. En hier komt mijn huis. Oké, dus, dit is mijn voordeur. Look at this, it's so beautiful. It's such a nice door. En voor de rest is het niet zo bijzonder, want dit is een muur. Wauw, een supermooi muur. En hier hebben we, ja, mijn voordeur. Dus we gaan naar binnen. Oké, dus stel je loopt bij mij naar binnen. Is dit het allereerste wat je ziet? Wauw. Het is niet zo bijzonder. Ik heb hier mijn jassen. Daar beneden heb ik ook mijn jassen hangen. Wow, super cool. Trouwens, ik heb het best wel koud. Ik doe deze gewoon even on, ja. Oké, dus hier beneden heb ik mijn jassen. Maar dat is niet alles. Ik heb beneden nog veel meer. Oké, dus beneden heb ik iets super vet. Een panda ding. Een panda de... Geen idee hoe dit heet. Maar hier kun je, dit is een panda. Oké, wat hier is, is dus de wc. Oh, hell yeah. Mijn favoriete plek tijdens de corona. En als we omdraaien, hebben we dit. Onszelf. Oké, dus hier heb ik een kast en in deze kast heb ik allemaal geurtjes en dingen staan. Ja, en hier beneden is dus de wasbak. Volg je het allemaal nog? Ik wel. En hier heb ik de meterkast. Maar dat is niet zo bijzonder. Oké, nu jullie dat allemaal hebben gezien, gaan we naar de andere kamer. En dat is de woonkamer, dus let's go. Oké, dus we staan nu in de woonkamer. En wat heb ik hier allemaal staan? Ik heb hier best wel veel dingen eigenlijk staan. Zoals jullie zien heb ik hier een tv. Hier wat schilderijen die ik en Romy zelf hebben gemaakt. Daar een playbutton die ik van Dick heb gekregen. Ja. Hier heb ik een dikke bank. Wauw. Daar heb ik mijn MacBook staan. Wauw. En hier heb ik dan de kast. En dit is eigenlijk de woonkamer. En hier heb ik verf liggen om te schilderen. Zoals je kan zien heb ik hier de kwastjes. En ja, dat is de dinges. Dus op zich wel nice. Oké, dus nu gaan we naar de rommeligste plek toe. Van mijn hele huisje, van mijn kamer. Hoe je het wil zien. En dat is dit. Oké, het is super erg. Ik ruim dus blijkbaar echt nooit mijn spullen op. Vooral niet om het te gaan afwassen of als ik iets heb gedronken wat ik weg moet gooien op een andere manier. Dus zoals je kan zien heb ik... Zoals je kan zien heb ik heel veel 0.0 staan. Ja. Hartstikke lekker. En dan gaan we hierheen. En dan hebben we hier ovenwarmers. Nog dingen wat afgewassen moet worden. Helaas. Dat heb ik nog niet gedaan. Wodka. Ik ben geen stille drinker hoor. Gebroken glas. Nog een gebroken glas. Deze is over datum. Dus ja, dat is het allemaal wel. En wat ik hier heb is dus eten. Borden. Trouwens, hier zitten ook borden en dingen in. Kijk eens. Damn. En dit is mijn kookplaat. Pretty nice. En hier heb ik allemaal schoonmaakspul. Ik heb ook best wel een gevaarlijke plek in mijn huisje. Zoals je kan zien is dat achter mij. En dat is mijn trap. En mijn trap is echt doodeng.
Kijk hoe stijl deze is. Kijk één keer. Damn. Oh, en daar liggen sokken. Excuses. Oké, we gaan de trap op. En wat hebben we dan? Oké, we zijn nu boven en dat is de plek waar de magic happens. Gewoon echt alles, video's worden opgenomen. Er wordt muziek gemaakt. Dus ja. En waar de bed is om te slapen. Oké, dit is echt super vet. Dit heb ik in de tussentijd gedaan dat ik eigenlijk de video moest opnemen. Maar er kwam even wat tussendoor. Ik heb een setup gebouwd waardoor ik mijn video's nu gewoon kan opnemen dat het zitten is. Waardoor het veel sneller kan. Dan kan ik reactievideo's en nog meer andere dingen opnemen. Ja, dit is keihard. Oké, ik ga jullie gewoon laten zien. Dit is keihard. Zie dan. Oké, dus dat is even snel mijn setup, hoe het eruit ziet. Best vet en snel gemaakt. Dus ja, mijn vader heeft geholpen, dus dankjewel poppen. ja, en voor de rest heb ik hier dus een planner. Waar ik dus mijn YouTube video's op uitwerk. Waar, ja, wanneer iets online moet. En deze video is dus online geweest. Die mag eraf. Stap je op? Op die manier werken wij, ja. Hier heb ik een tv. Wat nog anders moet, wat we willen, is dat deze op een zo'n arm komt. En dan kan ik hem zo. En dan kan ik vanaf mijn bed kan ik tv gaan kijken. Dat is wel nice. Ja, hier hebben we voor de rest niet zoveel bijzonders mee. Ik heb hier nog dikke rode lampjes. Gewoon ledlamp eigenlijk. En hier heb ik een kast. My best friend, een kast. I love you, friend. You're so cute. Stofzuiger. En dat is eigenlijk waar ik woon. Dat is alles. Meer heb ik niet nodig. Dat is het. Dus ja, terug naar jou, Steven. Oké, dus. Dat is mijn huis. Dit is het huisje waar je boy je panda leeft. Wow, pretty nice, of niet? Dat dacht ik. Oké, dus wat ik nog meer heb te zeggen is eigenlijk... ik heb merchandise. Ik doe hem gewoon aan nu zelfs. Dit is de merchandise van je boy. Wil je eentje halen? Druk dan even op de allereerste link in de beschrijving. Dat zal super vet zijn. Kijk, ik heb ze in meer kleuren of meer in andere dingen. Binnenkort komt er al andere merchandise aan. Maar dat zie je allemaal dan nog wel. Ik wil gewoon weer nieuwe logo's en dingen maken. Maar dat zie je allemaal wel. Dus dit was de video. Like even in de reacties. Dat kan niet eens. Maar je snapt wat ik bedoel. En dan zie ik jou met je super leuke koppie weer later. Doei lieverds. Hey, dat was wel lief. Doei lieverds. Doei schatjes. Doei poppetjes. Doei hondenponies. I love you. I love you. Telling me what I do, hey. I will follow my own road. I know that I'm different, I don't wanna look like you. 120,000 on the gram, hey. I don't wanna walk in Gucci Louis Vuitton. Understand, I just wanna make my music, that is who I am.